Hoi allemaal, super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Als je niet weet wie ik ben Faya Faya. En ik ben vandaag niet alleen zoals jullie zien. Ik ben namelijk met mijn kleine broertje Malik. Oké. Vandaag gaan we de blindfolded teken challenge. Wat is dat? Of wat houdt dat in? We hebben hier een bakje. Met kaartjes waar iets op is geschreven wat je dus moet gaan tekenen. Alleen de inhoud is dus dat je dat met een blinddoek moet gaan doen. We hebben voor deze hondje gekozen, toch? Zal ik even laten zien hoe het hoofd? Nee, dat hoeft niet. Jong, kijkers. En we hebben dit bord nodig, zodat je erop twee kan kant, tekenen. Twee kanten. Deze om te rekenen, maar die gaan we niet gebruiken. We gaan op deze kant. En natuurlijk een whiteboard stift. En we hebben hier een wissertje. Oké, we gaan steenpapier schaar doen. Wie hier als eerst gaat? Oké, steenpapier. Steenpapier schaar. Ik mag als eerst. Oké, eerst ga ik dus grabbelen wat ik moet gaan pakken. Oké, ik heb dit kaartje en daar staat op. Ik moet mijn vader na gaan tekenen. Oké. Die mag je er dus weer gewoon terug doen, want dat is oké. En dan pak ik weer de stift. En dan laten we straks zien zo wat het is geworden. Oké, ik moet mijn vader dus na gaan tekenen. Ga kijken. Oké, hij heeft een kaal kopie. Zo. Grappig. En dan zit hier zo zijn lijf. Zitten hier zo zijn benen. Hier zijn armen. En ik weet niet hoor of ik het goed doe. En dan schrijf ik er papa bij. Oké, ik ga kijken jongens wat ik heb gemaakt. Oké. Oh my gosh. Weet hè? Jongens, dit is zo raar. Dit is mijn vader uiteindelijk geworden. Mag ik het gezichtje zit... Nee, ik ga gummen. Okay. Je ziet serieus, het gezichtje zit naast zijn hoofd. Ja. Je moet... Malik, het is voor mij, geef! Hij is vervelend. Ik ben een bordje samen. Hij doet je desk aan. Hoe heb je meer genoemd? Hoe liggen? Gelukkig. Oké. Het is tijd om mijn liedjes te kijken. Wat hij gaat grabben. Grab maar. En het is? Ik. Maar je kan het lezen. Het is ook mijn vader geworden. Cool dus. En dan stop je hem een beetje onderop. Even. Maskertje even op. Oh, sorry. En je moet hier de stift. Waar is die? Hier. En ik heb de dop eraf. Dus hier. Teken maar. Hij staat er rechts. Nee. Oké. Oh my gosh. Het ziet er zo raar uit. Hij heeft gewoon een... Oh mijn god, Malik. Wat doe je nou? Klaar. Nee, het gezichtje. Oh my gosh. Moet je zien. Doe maar op. Dan ga ik het showen. Nou, dit is dus Malik's vader. Hier zo, dit puntje en dit puntje zijn zijn ogen. En dit hier is zijn mond. En de rest is zijn lijf. En ik heb natuurlijk weer de grabbeldoos hierbij. Dus laat ik maar gaan grabbelen. Ik pak gewoon de doos. Wat is het? Ik moet mijn broer na gaan maken. Nee. Nou, ik heb er geen zin in, want ik haat mijn broer. Gelukkig hoort hij het niet, want hij zit op de bank met zijn koptelefoon. Hoor. Hier heb jij de bakken vast voor straks. Jee. Nou, dan doe ik hem op. En dan ga ik mijn broer natekenen. Oké, daar gaat hij.
Niet lachen of zo. Mm-hmm. Wow, mooi. Hij heeft net zijn haren gedaan. Hij heeft een beetje koud koppie. Je kan zien hier zijn ogen en hier zijn mond en zijn neus. En dan hier zijn nek. Oké, zal ik... En hij heeft een shirt aan. En een broek. Oké, ik ga kijken. Oh mijn god, jongens. Moeten jullie dit zien, jongens en meisjes? Kijk dit. Oh, lelijk. Lelijk, hè? Dit gezicht lijkt net op It. It, de killer clown. Echt, hè? Killer clown, ben. Oké, ga jij vast grabbelen. Deze. Die, wat en staat er op? Ik zo. Maar ik lees hem wel voor. Kan je ook een beetje Frans schrijven? Dan kan ik het lezen. Nee, nog. Ik wil het zien! Hij moet een brommer natekenen. Geblinddoekt ook nog. Dus. Mm-hmm. Doe eens maar je blinddoek op. Ik heb jou maar. Oké, ga maar tekenen. Tekenen. Oh my gosh, mijn lief. Oh mijn god. Teken je nou? Dit is echt lelijk. Oh my gosh. Sorry hoor, maar dat ik soms even dit doe, want ik ben een beetje verkouden. Dus ja. Is het klaar? Ja. Oh my gosh. Oké, ik laat het even aan de kijkers zien. Dit is een brommer geworden. Kijk maar. Ik sta hier aan de zijkant met het bord. Kijk maar, hier. Kijk hoe lelijk! Eigenlijk best wel mooi. Ja, hij is wel mooi op zich. Beste. Maar het is een beetje uitgeveegd. Kijk. Nou, oké. Oké, ik ga grabbelen. En dan mag jij in de tussentijd hier wel even uitgaan. Oké, ik pak de bovenste. Dat is dit kaartje. En ik kijk even zetten. Oh, je vindt die scooter gewoon nog helemaal. Oké, ik ga voor deze. Nou, wat is het? Ik moet een bloem natekenen. Makkelijk! En ik hou ontzettend van bloemen. Dus. Oké, zal ik het even laten zien? Jullie staan hier achter een bloem. Zal ik het even laten zien hoe je het moet maken? Nee, ik weet het. Ik weet hoe je een bloem moet maken. Ik ben niet dom. Dit is echt makkelijk! Oké, ik heb mijn hoofd. Jullie mogen nog niet zien. Serieus. Ben ik toch wel. Maak je. Dit is het geworden. Hey. Mag ik het? Nee, maar ik ben de blaadjes vergeten. Eerst kijken. Ik ben de blaadjes vergeten. De blaadjes heb je er al opgenomen. De blaadjes aan de tak. Oh. Oké, dit is hem. Die kan in het beeld kijken. Zo lelijk. Oké, kijk in het beeld. Oh my gosh. Lelijk, hè? Oh mijn god. Kijk hoe lelijk, hè. Oh mijn god. Ik ga dit nooit meer in mijn hele leven een bloem tekenen met geblinddoekt, jongens. Dit is niet leuk om te maken, jongens. Ik heb het niet meer spelen, hè. Jawel, je moet nog een paar doen. Nee, ik ben er helemaal klaar mee. Nog eentje. En dan zijn we klaar, hè. Hier. Grabbelen! Welke wil je? Deze of deze? Nee. Hij heeft een kaartje gekozen. Dit is de laatste kaart. En dan ga ik jullie nog de rest laten zien. Wat voor een kaart het is. Je moet mama natekenen. Kijk maar. Ik wist het. Ik stond... Ik wist... Van deze kant naar die kant. Mama. Ik wist het dan. Doe de blinddoek maar op. Allebei nog één doen. Zo, daar is de stift. Hier. Ah! Oh mijn god. Oké, hij gaat dus op mijn moeder met. I get a sitting. You hold me
Wat? Ja. Wil je meer? Moet je niet de haren tekenen? Wil je meer? En ja! Klaar. Kijk maar. Eigenlijk best wel mooi. Nee, dat is haar. Moet je niet zien? Ik heb een heel dik getekend, hè? Op mijn nieuwe jurk. Maar mijn ogen leuk. Dit is onze moeder. Oké, ik ga jullie de rest laten zien van wat er nog in zat. Ik ga even alles eruit. Hebben we deze al gehad? Die hebben we al gehad. Datzelfde. Deze. Was zelf niet getekend. Een kitten was er nog. Oh. Oh. Een stift moest je niet tekenen misschien. Een telefoon. En dan heb je nog een kaartje. Een hond. Een schiet. Heeft hij vervangen. Die hebben we al gehad. Een bloem had ik net, dus die hebben we al gehad. Mijn broer hebben we ook al gehad, dus deze twee hebben we nog niet gehad. Oh jawel, deze hebben we ook al gehad. En een mens moest je ook nog tekenen. Malik, stoppen. Oké, we bedanken jullie heel erg voor deze video. Echt, vergeet niet duimpje omhoog te geven. Voor hoeveel likes gaan we? 20.000 duimpjes omhoog. Oké, en vergeet niet te abonneren op dit kanaal. En daar in het i'tje daarboven nog meer video's van mij te bekijken. En dan trouwens nog een gelukkig nieuwjaar van 2019. Ja, 2019. Ja, 2019. En dankjewel voor het kijken en een fijne dag verder. Ik ben later!